Ik heb vandaag te horen gekregen dat ik morgen al kan beginnen werken. Direct te vroegen. Ik vind het wel tof. Zo de hele tijd in je kot blijven is ook niks. Als je alleen bent, heb je weinig tot geen afleiding. Mijn depressie is al een hele tijd goed onder controle. Toch vind ik dit een heel gevaarlijke periode. Door mijn depressie heb ik ondervonden dat ik een zekere structuur nodig heb. Anders heb ik te snel de neiging om in mijn bed te kruipen als ik me niet zo goed voel. Mijn dagelijkse ritme ligt dan overhoop. Ook zorg ik altijd voor afleiding wanneer ik me niet goed voel. Ik pak mijn bijeen en ik ga ergens naartoe. Dit gaat nu natuurlijk niet. Ik vrees dat als onze maatschappij terug opstart, de nadruk gaat liggen op de economie. Ik hoop dat andere sectoren niet worden vergeten. Zoals de hulpverlening voor psychisch kwetsbare mensen. Hoeveel psychiatrische patiënten denk je niet dat nu lijden door eenzaamheid en te weinig begeleiding? Zeker tijdens een lockdown, maar ook in de periode erna, is het uiterst belangrijk om de zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheden niet te vergeten. Afstandswerken en digitale begeleiding zijn niet voor iedereen toereikend in periodes waarin alle sociale contacten zijn weggevallen.